Nou, dames en heren, daar zijn we weer in het Oude Westen, waar we deze week natuurlijk weer gaan kijken naar items uit de wijk. Voor, door de buurt en natuurlijk uit de buurt. Ik ben heel erg benieuwd. Heel erg veel kijkplezier. De woonstad heeft 60-65% van alle woningen hier. Dus dat is ongeveer de helft van de wijk, zeg maar. Met de rest van de woningen erbij. Ja. Nog een woonkamer. Ja. Daar hebben we het nog over. Dat is nu net zo. De woonstad heeft 60-65%, maar die heeft natuurlijk ook woningen van 1400 euro in die straatjes. Dus misschien dat 50% echt de sociale huurders zijn. Ja, jij zit in een club die heet Recht op de Stad. Ja. Die hebben daar al heel, je zijn een hele tijd al bezig. En vandaar heb je ook ingesproken bij de commissie die daarover gaat van de gemeente. Ja, dat hebben wij allebei gedaan. Ja, Recht op de Stad die heeft 2 jaar geleden al een alternatieve woonvisie gemaakt. Ja. Gewoon met allerlei bewoners en mensen die daar een idee over hadden. Zo van, nou, we hebben is gewoon asociaal en onrechtvaardig. Dus we hebben een alternatief geschreven en dat hebben we, daar hebben we naar de gemeenteraadsverkiezingen toe mee. Ze hebben de straat op gegaan. Zo van, nou ja, als je een andere beleid wil hebben, moet je gewoon op andere partijen stemmen. Maar goed, dat heeft niet geholpen. Ik heb toen naar de gemeente gebeld en gezegd, er mag op binnen 50 meter geen vergunning meer worden afgegeven voor een studentenwoning. Hoe kan het dat er 5 studenten naast mij wonen? Nee, mevrouw, dit is een woongroep. Ik opgezocht op de gemeentesite woongroep. Dat betekent dat mensen die er wonen geen slot op de deur mogen hebben en er moet een gezamenlijke woonkamer zijn. Maar niet meer dan de helft mag student zijn. Nou, ze zijn alle 5 studenten. Toen heb ik gebeld, toen zei ik, nou, dat klopt dus niet. Zijn alle 5 studenten. Nee, dit is een uitzondering voor studenten die in hun laatste jaar zitten. Toen zei ik, oké. Dat zie ik nergens op de website staan. Nee, maar dat is echt een uitzondering. Nou ja, ik kon daar niks tegen. Wij en Tofkap werken sowieso vaak met elkaar mee. Werken samen. Onze tijden zijn op elkaar afgestemd. Dus je kunt vanaf ons kan je ook naar hun. En vervolgens kun je weer naar de Finse kerk. Dus je kunt ook een rondje lopen. Sowieso Tofkap is een leuke plek die elke vrijdagavond van 6 tot laat jam sessies hebben. Het zijn muzikanten die met elektrische gitaren, accordeons, weet ik veel wat allemaal. En zij zitten ook met Codarts, hebben zij veel contacten. En wij gaan ook in de tuin met hun samenwerken. Het programma is op de website te vinden, mocht je nog. Ik heb flyers. Dus kun je er even een doorgeven. Voor uren bij de buurt. Bovendien heb je ook een stukje voor de buurt. Oh, dat is het, ja. Sorry? Oh, ik dacht dat het ook te laat was. Nee, joh. Dames en heren, de Walzangers. Leeuwenhoek, heb ik me laten vertellen, bestaat alweer 45 jaar. Nou, dat schept momenten van dialogen. Ik ben in gesprek met mensen. En deze meneer die hier naast me staat, we komen elkaar ook altijd tegen in de gaffel. Hè? Hoe heb je die tijd hier ervaren? Heel, heel, heel leuk. Goeie mensen, goede collega's. Altijd gezelligheid, net als u ziet nu. Dus. Een behoorlijk lange tijd ook, hè? Ik heb wel genoten hier.
Als je terugblikt op je werkzame periode hier, wat is dan voor jou het absolute hoogtepunt? Hoe doet het met dat? Is er een moment wat je bijstaat in die 14 jaren? Ja, 14 jaren. Werken met goede collega's, bewoners, waren zo aardig. En ik ging elke keer met plezier kwam ik hier werken. Dus dat was een toppunt. Wat onderscheidt de Leeuwenhoek volgens jou ten opzichte van andere verzorgingstehuizen? Nou, is misschien lastig te zeggen. Lastig te zeggen, maar ik vond het altijd leuk en ik heb met plezier gedaan, alles. Dus ik heb altijd positieve dingen van Leeuwenhoek. Precies. Ja? Ik zou zeggen, proost, sta met een bakje koffie. Yes. Cheers, gefeliciteerd voor de Leeuwenhoek. Ja. Ja, u hoort en ziet het, de Leeuwenhoek bestaat alweer 45 jaar. Vandaag een feestelijk programma, dus het was voor ons hoog tijd om even een kijkje te gaan nemen bij de festiviteiten. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één en stop maar. Ja, ik ben hier. Ik sta waar ben je? Ik zie je niet. Wij zien ik sta af en toe. Oké, geweldig. Misschien wil jij een loodje trekken. Wil jij er eentje uit schouwen? Ik wil eentje grabbelen uit schouwen. Is er maar één uit. Wat zie je? Ik gaf het al eventjes aan. De Leeuwenhoek bestaat 45 jaar. Hè? Feestelijk programma vandaag. Voor me staat Rob, de manager, als ik het goed zeg. Hoe ziet het programma er vandaag uit? Ja, dat is leuk dat je dat vraagt, want het programma is echt daggevuld. We zijn vanochtend erg vroeg begonnen met het versieren. Om 6 uur 's ochtends waren we hier. En om 6:15 is er een inloopontbijt geweest voor iedereen in de wijk, maar ook voor alle bewoners en medewerkers. En om 10:30 zijn we begonnen met de loterij. Geopend om 10:45 met een brassband en Caribische dansers. En dan een klein openingswoordje. En dan aansluitend het Chanticoor wat momenteel bezig is. En we sluiten de dag af met een Gouden Ouwe van de Stichting De Tijdmachine. Een speciaal muziekprogramma voor de ouderen. En we eten lekker met elkaar dadelijk rottikip, passend bij de omgeving. En in de 2 jaren tot aan nu, zeg maar, wat is voor jou een hoogtepunt geweest? Wat staat je bij in die 2 jaren? Zo, ja. Ja, het is gek om te zeggen, maar eigenlijk is de hele dag, of eigenlijk elke week wel een beetje een hoogtepunt. Hè? Kijk, als je hier binnen loopt en je hebt het zelf al gezien, dan komt de warmte je tegemoet. Het is echt fantastisch om hier te mogen werken. Hè? Laat ik dat voorop stellen. Maar als ik een aantal dingen uit moet lichten, is toch wel dat we bijvoorbeeld bepaalde zorgprocessen echt wel een stap hebben gemaakt in de kwaliteit. We zorgen voor kwetsbare ouderen. En ja, hoe mooi is het dan als je daarin kwalitatief gewoon stappen kan maken met elkaar. En ook ja, gewoon al je medewerkers meekrijgt in dat proces. George gaat ze eerst openmaken. Nee, dat was jouw systeem om zo goed dubbel te bouwen dat je het niet kan zien. Die graven, George, die graven. Ja, maak hem open. Maak hem open. Ja, dat kan het toch allemaal zo niet. 344. Nummer 344. Ja, nu. Kijk eens. Een mooie wintermand. Alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ja, en deze. Ik ben er
Filmfestival Rotterdam. Catherine, wat komt hier op dit festival eigenlijk allemaal samen? Voor de mensen die misschien nog nooit zijn geweest. Eigenlijk hebben we heel veel filmmakers van alle hoeken uit de wereld. We hebben 400 films, misschien meer dan 400 zelfs. En filmmakers uit Nederland, maar ook uit India, uit Brazilië. Eigenlijk van bijna ieder land is iemand wel hier. En daarnaast gewoon natuurlijk heel veel bezoekers, jong, oud, Rotterdammers, niet-Rotterdammers. Het is eigenlijk gewoon een samenkomst van heel veel mensen die van film houden. En als we dan kijken naar de editie van dit jaar, zijn er uitblinkers voor jou persoonlijk? Heb je daar een beetje op gelet? Wat ik heel top vind, we hebben bijvoorbeeld een productie Crazy House. En dat is wel echt een Nederlandse productie. En dat vind ik altijd heel tof. En dat is een grote productie, die is ook naar Sundance gegaan. Dus die gaat echt wel internationaal rond. Nou, dat is natuurlijk gewoon super tof als dat gewoon een Nederlandse productie op zo'n internationaal festival de wereld rond gaat. Dus dat is tof dat die hier in première ook is gegaan. En we hebben Debbie Harry gehad hier. Nou, misschien kennen sommige mensen haar als Blondie. Nou, dat is natuurlijk ook echt super tof dat die hier is geweest. Sandra Hüller, zij is genomineerd voor een Oscar. Nou, eigenlijk gewoon best wel een leuke pareltje. Dat het gewoon super tof is dat het in Rotterdam dan zo bijeenkomt. Zijn films onmisbaar nog steeds in de levens van mensen? Ja, absoluut zeker. Ook als we hebben best wel een groot educatieprogramma. En dat betekent dus dat we echt naar scholen gaan. We brengen films onder de aandacht van kinderen, van jongeren. En daarin zie je gewoon hoe belangrijk het gewoon nog is. Het is gewoon een hele mooie kunstvorm. Maar het zijn natuurlijk ook heel veel verhalen die verteld worden. En heel veel maatschappelijke thema's die toegelicht worden. En het is gewoon goed om met elkaar daar ook over in gesprek te gaan. En verschillende filmmakers hebben ook verschillende visies. Dus in die zin, film verrijkt ook gewoon je wereld wat dat betreft. Je zei het net al aan het begin, 400 films, iedereen die bij elkaar komt op zo'n festival, dat wordt natuurlijk jaarlijks voorbereid. Mm-hmm. Kun je iets vertellen over die voorbereiding? Hoe komt zo'n gigantisch festival eigenlijk tot stand? Ja, dat is een goede vraag, want ik denk inderdaad dat heel veel mensen niet weten dat we dat eigenlijk al een jaar vooraf aan het voorbereiden zijn. De voorbereidingen starten eigenlijk weer meteen na dit festival en dat doen we met een vast team. Die gewoon echt een heel jaar lang op kantoor werkt. En dat doen we ook met een aantal freelancers. En dan eigenlijk meer naar het festival toe komen er steeds meer mensen bij. En dan wordt het ook steeds intensiever. Een aantal maanden vooraf is het echt gewoon, is iedereen gewoon super hard aan het werk. Productioneel kun je je voorstellen dat het enorm veel werk in zit. Maar ook wel qua pers. Hè. Ook zorgen dat heel Nederland weet dat het festival eraan komt. Perskit, interviewverzoeken. Het is gewoon heel veel werk. Het festival loopt al bijna ten einde, zeg maar. De week is dan weer geweest. Hoe sluiten jullie die eigenlijk af met z'n allen? Hoe kijken jullie erop terug? Terugkijken is dat is nu nog geen sprake van. Want inderdaad, we hebben nog een aantal dagen. En dan hebben we aan het einde de Tiger Awards. En dat vinden we wel echt een soort van het afsluiten van het festival met de filmmakers. En met ook de mensen die eraan gewerkt hebben. En daarna gaan we inderdaad terugkijken. En eigenlijk hebben we nu natuurlijk ook heel veel activiteit voor de industrie. Dat vergeet misschien bezoekers ook wel. Dat er ook gewoon een heel groot industriegedeelte plaatsvindt. We hebben echt gewoon makers die met elkaar in overleg gaan over filmtrends, ontwikkelingen. Die van elkaar willen leren. En daar staat deze dagen ook best wel centraal voor. En mensen kunnen ook gewoon nog steeds naar de film. Heel veel dingen zijn misschien al best wel uitverkocht. Maar nog steeds kun je nog gewoon heel veel films bezoeken. Het Filmfestival in Rotterdam, editie 2024 alweer. Waarbij natuurlijk altijd allerlei soorten genres films samenkomen. En de mensen die de films hebben gemaakt. En dat zijn natuurlijk de makers. Nou, het is weer tijd om naar huis te gaan, dames en heren. Tot zover helaas alweer de uitzending van deze week. Maar natuurlijk niet getreurd. Je kunt ons tussentijds volgen op onze social media. Facebook, Instagram en Twitter. Vergeet ook niet om misschien een uitzending terug te kijken via www.oudewesten.tv. En volgende week dan zijn we natuurlijk gewoon weer terug op de buis. Tot dan en heel erg hartelijk dank voor het kijken.